Vanaf vliegbasis Volkhov vliegen meerdere keren per dag straaljagers over heel Nederland heen. Straaljagers worden ingezet voor de bewaking van het luchtruim boven Nederland. Wij vliegen met straaljagers om te oefenen. Dat is wat we meestal hier vanaf Volkhov en vanaf Leeuwarden doen. Om vervolgens te kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld aan de oostgrens van Europa nu, of in het verleden wel in Afghanistan en in Libië en in het Midden-Oosten. Dus ja, om dat goed te kunnen doen, oefenen we. Doen we iedere dag. En dat doen we vanaf hier. De straaljagers vliegen vaak over Nijmegen heen. Dat ligt er een beetje aan of het goed weer is of slecht weer is en wat de wind is. Dus welke kant we gebruiken van de baan. We kunnen twee kanten opstijgen en landen. Nijmegen, ja, dat ligt in het verlengde van wat wij baan 06 noemen. Dus noordoost van Volkhov. Dus als we opstijgen vanaf baan 06, dan komen we in de buurt van Nijmegen. Als we landen de andere kant op, dus naar het zuidwesten toe, dan komen we soms ook in de buurt van Nijmegen. Tijdens het vliegen kunnen mensen op de grond geluidsoverlast ervaren. Ik snap goed dat de mensen de straaljagers horen. Ja, straaljagers maken geluid. En dat kunnen de mensen horen. En de mensen snappen donders goed dat wij dat doen om te trainen. Om onze Nederlanders iedere dag veilig te houden. En zeker in drukkere gebieden, dan horen wat meer mensen dat. Defensie is wel bezig om te zorgen dat ze zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Ja, we zijn daar ons iedere dag goed bewust van dat Nederland een drukbevolkt land is. Dus onze routes vermijden de grote steden. De hoogtes en hoeveel gas wij geven, dat heeft allemaal te maken met hoe druk het ergens is. Dus we houden daar goed rekening mee. Als mensen geluidsoverlast ervaren van de straaljager, kunnen mensen een klachtenformulier invullen op de site van Defensie. Na elke klacht wordt onderzoek gedaan door Defensie zelf. Nou, naar iedere klacht wordt serieus gekeken. Dan gaan we eerst eens kijken of het wel een van onze vliegtuigen was. En of het normaal werd gevlogen of dat het misschien toch iets afwijkends was. Met de trends kunnen we dan misschien wel iets doen. Hè? Misschien routes verleggen of op een andere manier uitklimmen of iets in die trend. En soms kunnen we uitleg geven van ja, het kwam even door een afwijking die nodig was omdat er druk was in de lucht. Omdat er een onweersbui was of dat er iets met het vliegtuig was. Er zijn meerdere redenen waarom we wel eens moeten afwijken van de standaard.